Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Maar dat je toch altijd filtert, hè? Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die ik niet in beeld breng. Het is lastig om dingen te laten zien die niet goed gaan of die niet leuk zijn of die een bepaald beeld schetsen. Is dat dan het beeld wat ik dan wel laat zien aan jullie? Dus, ja, ik baal echt. Ook een beetje kort, iets meer dan 38, niet heel hoog, maar ja, ze doen wel echt verhoging. En mijn keel echt, oh. Ik ga zo meteen maar even GGD bellen voor een test. Yay, we zijn er weer! Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag bij ons en ik ga vandaag lekker beginnen met vloggen. Toen dacht ik net, laat ik heel even wachten tot het er een beetje fatsoenlijk uitzie, want ik ben echt net wakker. En daarop volgend dacht ik, wat een onzin eigenlijk. Waarom moet ik per se de vlog openen als ik mijn make-up heb gedaan en zo. Dus doe het gewoon zo. Ja, leuk dat je er weer bij bent. Wij zijn lekker in de kamer van Bobby en Charlie. En ik ga ze zo meteen aankleden. Want we gaan vandaag fietsen. En ik ben helemaal blij. Ik heb er helemaal zin in, want we hebben een nieuwe fiets. En daar gaan we zelf mee fietsen. Ik ben al super lang op aan het wachten en ik wil hem heel graag hebben. Dus ik ben heel blij dat we hem nu hebben, zeg maar. Dus, ik ga even deze dames omkleden. Ze hebben nog hun pyjama aan. Oké. En, snottenbellen afvegen. En dan gaan wij een leuke dag hebben. Gaan we zo eerst eens even je toetje wassen. Gaan we zitten. Toetje, ja. Toetje. In twee. Oh, allemaal snottenbelletjes. Baba. Baba. Hoe beginnen jullie de dag eigenlijk altijd? Bij mij begint de dag altijd eerst met, oh, ik heb zin in koffie. Vervolgens ga ik lekker iedereen aankleden, verschonen, et cetera. En dan gaan we naar beneden en dan gaan we heel snel eten. Want er heeft er altijd één heel erg veel trek als die wakker wordt bij ons. En daarna gaan ze spelen en dan gaat het zeg maar binnen 3 minuten van heel lief naar elkaar. Tot elkaar tackelen, speelgoed afpakken, krijsen, gillen. Dat. Dus ik ben benieuwd hoe het bij jullie gaat, 's ochtends eigenlijk. Dat is altijd een beetje hoe het bij ons gaat. En op dinsdag en op vrijdag ben ik dus vrij. En ja, het gaat niet altijd helemaal zeg maar, zonder dat ik niks hoef te doen. Heel ander onderwerp trouwens hoor. Maar goed, we hebben het er toch over. En vandaag ook niet, want we hebben gisteren voor onze leden en voor degenen die op de wachtlijst stonden het nieuwe BBB-programma online gezet. Superleuk. En als jullie dit kijken, dan heb je nog 2 dagen om je aan te melden. Dus als niet lid. Ik zal het linkje even hieronder plaatsen. En we hebben dus de BBB-bal. Echt superleuk. Ik zal even de afbeelding hier ergens in beeld zetten. Ja, dus daar gaan we over 3 dagen als deze vlog online mee starten. Dus ik dacht, ik vertel het even voordat ik het vergeet. Dan weet je dat. Maar goed, oké. Ik ga nu lekker mijn shake maken. De kindjes hebben dus al gegeten. Lukte vandaag even niet om tegelijk te eten. Dus ik ga nu lekker ontbijten. Maar het is bijna 11 uur. Ik ben aangekleed en ik ga nu de meiden halen en dan gaan we zo lekker weg. Ben je er klaar voor, meid? Ben je er klaar voor? Ja? Oké. Met je kleine mini staartje. Waar is jouw mini staartje? Daar! Nou, deze nemen we mee. Pasta van gisteren. Eigenlijk van eergisteren trouwens. Maar goed, wel lekker nog. Tada, tada, tada. Daar is die dan. Yay! We hebben een nieuwe fiets. En ik ben er echt zo, zo super blij mee. Een soort van iets wat ik eigenlijk altijd al wilde hebben. Toen ik wist dat ik 3 kinderen zou krijgen. Want hier passen ze namelijk allemaal in. En ik ga jullie zo meteen laten zien hoe we dat gaan doen. I am tickled pink that things aren't going my way. Cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning.
En, hoe leuk is het? Heel leuk. Heel leuk, hè? Nou, we zijn er hoor. We gaan lekker even picknicken met broodjes. En salade, pasta. Met mijn moedertje. En de fiets. Kun jij deze openmaken? Ja. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Zo, wij zijn even bij de koeien. Bob en Charlie zijn ook mee aan het kijken. Ik wil hier langs, maar ik weet niet of dat gaat. En kijk eens wie we daar hebben. De Eddie. Yay! Ja, de Eddie. Zal ik even inzoomen? Nee, doe dat maar. Want je bent heel slecht te zien. Oh. Let op, komt ie aan. Ik ben heel moe. Oh. Ik heb heel echt. Nou, dat is niet te zien. Nee. Nee. Ik heb echt heel hard gewerkt. Ja, niet te doen hè. Ik ben helemaal leeg. Ik ben ook eigenlijk best wel leeg, maar goed. Dus ik doe eigenlijk, en maar eigenlijk moet ik vrouw het ook nog. Dus ik doe niks meer. Wat zei jij net? Wat zei jij net? Papa. Poepen, zegt ze. Poepen. De dame die helemaal niks zegt. Geen opa, geen oma, geen die of nee, die zegt gewoon dus, poepen. Toch? Maar dus, wij zijn dus weer thuis, zoals je wel in de gaten hebt. Het was heel leuk vinden. Volgens mij zit ik helemaal onder de soep aan. Jij mijn hond zit dus meer. Bah. Zitten we weer. Zaterdagochtend. Gisteravond hadden we lekker date night, Ed en ik. En nu mag hij weer uitslapen en dan ik morgen weer. Dus we hebben dit weekend zeg maar weer zo gedaan. En ik vind dan zeg maar zo'n ochtends alleen met de kindjes, als we dus niks hoeven te gaan doen, maar gewoon kunnen chillen. Echt als heel gezellig en leuk. En we zijn lekker kindertijd aan het kijken. Koffertje al op en zo meteen gaan we ontbijten. Dus een lekkere start van de dag. Vandaag wel een aantal plannen. Ik weet nog niet precies wat we gaan doen, maar dat stel ik zo op. Ik ga even lekker een pannenkoekje maken. 2 bananen, 1 eitje, een beetje kaneel, havermout, amandelmelk en pindakaas. Allemaal mengen met elkaar. Ik weet niet precies hoeveel amandelmelk. Doe een beetje op gevoel. Prakken en dan bakken. Ik heb even thee gemaakt. Meisjes liggen op bed. Ik zal even trouwens het ding wat zachter zetten. En Ramos is lekker even met Ed naar kantoor en dan gaan ze even boodschap ophalen. Want ik had dit keer, was ik te laat met bestellen voor thuisbezorgen, dus ik kon het alleen nog maar ophalen. Maar ook prima. Ik dacht, ik ga even lekker erbij zitten, theetje gemaakt. En dan ga ik deze met jullie unboxen. Ik heb namelijk weer nieuwe fotoboeken besteld bij Albelli. En, of tenminste, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Ik heb 1 fotoboek besteld en 1 fotokalender. Superleuk. Oh, er zit iemand aan de deur. Dat was de overbuurman. Ik had even een pakketje aangenomen. Maar goed, ik heb dus een fotoboek besteld en een kalender. En die ga ik even unboxen. En ondertussen ga ik jullie even laten zien hoe ik dat allemaal heb gedaan. En dan gaan we zo meteen naar het eindresultaat kijken. Ik ga dus beginnen met het maken van mijn fotoboek. En ik vind het super leuk, want ik heb al vaker met Albelli fotoboeken gemaakt. Voor Ramos en voor de meisjes en voor mezelf. En dit keer ga ik dus een boek maken voor Ramos. Dus we gaan een fotoboek maken op de website van Albelli. En ik kies een L-formaat. Dit staat toevallig ook al ingesteld. Ik kies een staand boek. Even kijken, dan zie je ook de dame hiernaast. Dan kan ik eigenlijk al meteen beginnen. Ik ga weer gebruik maken van de Smart Assistant. Dat betekent dat het programma mij een beetje helpt, zeg maar, om het fotoboek al in te richten. Installeren. Goed, ik heb dus mijn fotoboek gekozen. L en ik doe een staande met een fotoboek kaft. Dus dat is deze. En ik ga gebruik maken van Smart Assistant. Oké, ik had dus een mapje gemaakt met alle foto's die ik erin wil hebben. En dan ga ik nu verder met alle foto's. En dan gaat hij ze inladen. Bijvoorbeeld kies indeling. Doe ik zo. Oké, de foto's zijn ingeladen. Zoals je ziet,
En Smart Assistant heeft dus de selectie zeg maar zo ingezet dat ze ook op volgorde staan. Dus dat vind ik zelf altijd heel prettig. Het enige wat ik dan eigenlijk moet doen is ervoor zorgen dat ik gezellige teksten erbij ga voegen. En ik vind het bijvoorbeeld leuk om ergens bij te zetten wat het verhaal erachter was. Bijvoorbeeld dat Ramos hier bij mijn moeder was, omdat Bobby en Charlie in het ziekenhuis lagen. En even kijken, wat zijn we hier aan het doen? Oh ja, hier waren we lekker met het gezin. Een van de eerste keren was dat, toen waren Bobby en Charlie nog heel klein, waren we lekker aan het eten. Hier was Ramos bijvoorbeeld jarig, en hier was het kerst. Nou, hier ga ik dus allerlei leuke teksten bijvoegen, zodat hij later ook weet wat er dan allemaal is gebeurd bij die foto's. Dus daar ga ik nu even mee aan de slag en dan ga ik jullie zo meteen het eindresultaat laten zien. Nou, ik ben inmiddels al een heel stuk opgeschoten en ik heb dus teksten bijgevoegd. Zoals je ziet hier aan de voorkant dat het fotoboek is van Ramos en dan de datum erbij, zodat hij later dat ook zeg maar, terug kan zien. Hier de eerste ontmoeting met zijn zusjes, dat heb ik er ook bijgeschreven. Ik heb ook wat foto's weggehaald en dan andere weer groter gemaakt op de pagina. Dat kan dus gewoon. En je kan dus ook allerlei verschillende lettertypen en teksten, kleuren kun je dus toevoegen. Dus ik heb gewoon gezellige teksten aan toegevoegd en eigenlijk is mijn fotoboek nu dus al klaar. En als je goed van tevoren de mapjes maakt, dan is het echt zo gedaan. Je kan natuurlijk zelf veel uitgebreider gaan, hè? Je kan ook allerlei frames, et cetera, toevoegen. Dus je kan het zo gek maken als je zelf wil. Er zijn heel veel opties, maar je kan dus ook, net als ik, het vrij basic houden. En nu ga ik verder, want ik ga namelijk ook nog een hele leuke fotokalender maken. Met de foto's die ik hierin heb gebruikt, dus die heb ik dan al geüpload. En dat ga ik ook nog even laten zien. Hier ben ik op de pagina van de fotokalender. En ja, ik heb dit, ik vind dit gewoon helemaal leuk. Wij hebben dus nog nooit zo'n planner gehad, zo'n fotokalender. En nu heb ik hem dus gemaakt. Dus deze ga ik ook bestellen en als het dan allemaal binnen is, dan ga ik het jullie laten zien. Hoe het eindresultaat is. Oh, oh my god, zo leuk. En dit is de voorkant. Echt zo super schattig deze foto. Ik heb dus een fotoboek gemaakt voor Ramos. Want ik had zijn laatste jaar zeg maar nog niet. En ik probeer dat wel echt heel consequent bij te houden. Want er is niks zo leuk om je eigen fotoboeken terug te kijken als je later volwassen bent. Dus ik vind dat zelf tenminste heel leuk. Vooral nu ik kindjes heb, want dan kan ik ook vergelijken. Kan ik bijvoorbeeld zien dat de ene periode Charlie bijvoorbeeld op mij lijkt. Of op Ed of wat dan ook. Dus ik probeer het wel echt consequent bij te houden. Omdat ik het gewoon heel leuk vind voor hun voor later om ja, aan ze te geven. Nu heb ik die van Ramos gemaakt. Is vanaf vorig jaar deze tijd tot nu deze tijd. Dus ik schrijf gewoon de datum. Hier op de zijkant, zodat hij ook laat weten welke periode het was. Nou, daar gaan we dan. Kijk, jullie hebben het natuurlijk al wel gezien toen ik het ging maken. Maar ik vind het nog steeds leuk om even met jullie door te bladeren. Kijk nou hoe leuk. Ramosje. Met ons gingen we naar het ziekenhuis. Oh, zo lief. Zijn zusje aaien. En dan heb ik er wat bij geschreven dat het best wel spannend was en zo. Kijk hoe klein ze zijn. Ja. Dit ben ik en dit is mama en dit is Bobby en dit is Charlie en dit is papa en dit ben ik. Dit is Ramos. Ramos en dan ben ik en dan ben ik Charlie. Heeft het even tellen. En dan nu deze fotokalender. Ik vind hem dus echt heel, heel erg leuk. En hij is ook groter eigenlijk dan ik had verwacht. Hij is A3. Maar dat had ik even niet zo in mijn hoofd of zo, maar wel heel erg leuk. Ramos. En het is dus ook fijn, want ik kan nu echt allerlei dingen hier opschrijven. En ik ga gewoon even aan Ed vragen of hij me in de wc kan hangen. Het is leuk om naar te kijken. Daar hoort hij ook, toch? Of niet? Wie van jullie heeft ook zo'n ding in de wc hangen? Let me know. En ik heb natuurlijk ook weer een kortingscode voor je gefixt. Met de code NEWBORN25 krijg je 25% korting op alle fotoboeken en alle kalenders van Albelly. Dus dit is de beste motivatie, denk ik, om gewoon lekker die fotoboeken te maken. En misschien ook wel een leuke kalender. Ik vind het wel echt een aanrader. En dan heb je het gewoon lekker op orde. En dan heb je gewoon de fotoboeken voor vakantie, voor je kindje of misschien wel voor jezelf. Speciale gelegenheden of wat dan ook. Heb je gewoon fijn op orde. En dat is gewoon leuk voor later. Dus ik ga het linkje even onderaan in de beschrijving zetten. Dan hoef je dus alleen te klikken. En anders zou je dus zelf de code kunnen invoeren op de site.
En wat ik al zei in het filmpje, als je dus gewoon ook je mapje op orde hebt met foto's, ja, dan is het eigenlijk best wel super simpel. Want dan maak je gewoon gebruik van die Smart Assistant. Als je dat wil, je kan het ook gewoon zelf in elkaar zetten. Hè, als je dat fijner vindt of leuker. Maar als je net als ik bent en denkt van nou, hoe sneller hoe beter. Dan kun je dat dus gewoon gebruiken en dan is het eigenlijk best wel snel gewoon gefixt. Oké, dus dat. Ik ga nog even bladeren en ik ga kijken of ik hem op kan hangen. Want misschien hebben we nog wel een haakje in de wc. We hebben lekker gegeten met mijn ouders. Die zijn nu met de meiden. En Ed en ik zijn op pad naar Breda. En Ramos zou eigenlijk bij opa en oma blijven. Maar hij wilde heel graag met ons mee. Dus dat vind ik wel gezellig. We zijn nu onderweg om kinderstoelen te gaan kopen voor in de auto. Want de meiden die zijn echt uit die maxicozen gegroeid. Dus we moeten even gaan kijken hoe we dat gaan fixen. Ik hoop dat het gaat lukken bij ons op de achterbank. Maar goed, we gaan het zien. Dus dan neem ik jullie lekker mee naartoe. Ed en ik hadden het net... Ja, ik zit te zwaaien, want ik was niet scherp. Maar nu wel. Ed en ik hadden het net over social media en welke rol het zeg maar nu in ieders leven speelt. En dat je een soort van af en toe kan verdwalen in het kijken naar foto's of stories of dus YouTube met vlogs en et cetera. Maar dat je eigenlijk nog steeds maar echt een bepaald gedeelte van iemand ziet wat natuurlijk wel iets zegt over iemand, maar wat nooit een totaalplaatje is van iemands leven of iemands karakter. En daar hadden we het gewoon even zo samen over. Dat we dus proberen om altijd een realistisch beeld te laten zien van wie we zijn en wat we doen en wat we niet doen of wel willen, et cetera. Maar dat je toch altijd filtert. Hè? Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde dingen die ik niet in beeld breng als het gaat om persoonlijke dingen van de kindjes bijvoorbeeld. Of misschien wel persoonlijke dingen van ons waarvan we denken dat, ja, dat ga je niet filmen. Dus daar hadden we het net met z'n tweeën over. Dat het goed is, denk ik, om als kijker te weten dat wat je ziet echt is, maar altijd maar een klein gedeelte is van iemands leven of zo. Weet je wat het ook is? Het is best lastig. Daar hadden we het dus net over. Ja. Het is lastig om dingen te laten zien die niet goed gaan of die niet leuk zijn of die een bepaald beeld schetsen van hoe het soms misschien helemaal niet echt is. Ja, en ook dat je niet bij elk moment natuurlijk de camera erbij pakt. Ja. En sowieso, wat voor voorbeeld kon ik geven? Als Ed bijvoorbeeld s'nachts weer eens niet uit bed gaat, omdat hij dan net doet of dat hij de kindje niet hoort huilen en ik er dan uit moet en ik moet dan boos, ja, dat ga ik dus niet filmen, want dan is het s'nachts, snap je? Dus we hebben nooit ruzie. Nee, we hebben nooit ruzie. Nee, beeld sowieso niet, maar we hebben ook niet heel vaak ruzie. Dat is het toch, op beeld heb je nooit ruzie. Nee, beeld heb je nooit ruzie. Maar dat hebben we natuurlijk af en toe wel. Ja, niet zo vaak, maar dat heb je af en toe. Maar dus dat het wel goed is, ik had het er laatst ook met iemand anders over. Dat was een dame die ik dan zeg maar sprak tijdens een online coaching call met Nieuw voor Mama. En dan hadden we het erover dat zij het fijn vond om te weten van mij dat ik ook niet altijd zin heb om te sporten. En toen dacht ik, ja, is dat dan het beeld wat ik dan... Is dat dan het beeld wat ik dan wel laat zien aan jullie? Dat dat altijd zo is? Of dat ik bijvoorbeeld... Mensen vragen zich oprecht ook wel eens af of ik ooit iets ongezonds eet. Ja, precies. Die vraag je ook best wel regelmatig. Ja, die vraag krijgen we ook heel vaak. Maar uiteraard doen we dat. Ja, maar misschien zie je net die vlog niet waarin wij frietjes gaan eten. Of misschien film ik net niet dat we frietjes gaan eten. En zie je alleen maar salades en boterhammen met hummus voorbij komen, zeg maar even iets. Hè, dus ik vind dat wel belangrijk om wel gewoon aan te geven. En dat is niet alleen als je naar mij kijkt, maar ik denk naar iedereen überhaupt op social media. Dat het een gedeelte is van iemand. En dat er natuurlijk nog zoveel meer kanten zitten aan een persoon of aan een gezin, aan situaties. Dat het goed is om ook verder te denken. En dat ieder mens mooie kwaliteiten heeft en ook dingen die misschien minder leuk zijn in het leven. En dat je die niet ziet, betekent niet dat dat er nooit is. Nou, heel verhaal. Maar goed. Een soort speech. Nee, maar wij waren daar gewoon even over aan het kletsen. Dit is de beknopte samenvatting. Ja, dit is echt een hele... Iets te langdradig is geworden. Ja, sorry. Eigenlijk wil ze gewoon wel zeggen, is dat het... Ook een kant van mij die je normaal nooit ziet. Nee. Omdat ik altijd de vlogs lekker vlot wil houden in plaats van een heel gezeven verhaal. Anders knip je er een stukje uit. Dus misschien als jullie dit nu... Misschien zien jullie dit gedeelte wel helemaal niet zometeen. Ja, is het gewoon weg. Oké. Oh ja. Wil je nog een keer samenvatten? Nee. Dat wilde ik net proberen, maar toen ontbrak je wel. Nee, hij is duidelijk. Okay. Laat even weten wat je ervan vindt in de reacties. En ook
of jij misschien wel bepaalde dingen bijvoorbeeld van ons denkt, waarvan je dus afvraagt, is dat zo? Want ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar wat dan jullie kijk daarop is. Of nou, hoe dat zeg maar gewoon zit. Ja. Ik denk, eerlijk, als ze ons zeg maar in het echt zouden kletsen met ons, dat we gewoon precies hetzelfde zijn als dat we op YouTube doen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ik denk heel, heel, nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Het zou ook raar zijn als het... Oké. Okay. Ja, we zijn lekker bij de McDonald's beland. Ineens. Kom maar. We hebben ijsjes. En ik heb een Twix ijsje. Etten. Wat heb jij ook alweer? Cheesecake. Oh my, cheesecake en ramschocola. Oh, nou. Smakelijk. Het zou echt vet lekker, denk ik. Heel lekker. Dit smaakt lekkerder. Hoe lang is nog chocola? Zit je nou te laten zien hoe jij aan het genieten bent? Ja, sorry. Ik eet dit echt nooit eigenlijk. Maar ik vind het wel lekker. De laatste keer dat ik dit heb gedaan was denk ik... Toen ik 10 was of zo. Ja, we vallen van het ene in het andere eten. Het is inmiddels 6 uur. We gaan lekker avondeten. Ramos is niet thuis, die slaapt bij oma. En de meiden die zijn echt super verkouden. Dus die gaan lekker een papje eten van... Wat heb ik allemaal erin gedaan? Avocado uit de vriezer. Frambozen, banaan. En... Ja, een appelmoes die ik had gemaakt. Dus gewoon eigenlijk appeltjes gekookt. Dat allemaal door elkaar. Dat zijn, gaan zij eten. Misschien nog even kijken of ze iets hartigs zeg maar, erbij kunnen hebben. En wij gaan een hele simpele maaltijd eten. Maar wel heel erg lekker. En dat is dit. Gewoon lekker ieder 1 broodje uit de oven. Een groenteburgertje hebben we erbij. Komkommertjes. En ik heb paprika met champignons en ui weer lekker geroosterd. IJsbergsla en dan daaronder heb ik nog wat hummus zitten. Dus dat gaan wij lekker eten vanavond. Oh jongens, wat een gedoe. Gisteravond zagen jullie ons nog lekker eten. En daarna kreeg ik keelpijn, et cetera. En dat ging allemaal best wel heel erg snel. Nou ja, lang verhaal kort te maken. Echt de hele nacht in de weer geweest. Super erg keelpijn, spierpijn, hoofdpijn, lamlendig. Dus dat is een beetje de status van hoe het dus nu ook is. De meisjes zijn ook echt super, super verkouden. Al 1 of 2 dagen of zo. En Ramos was van de week ook verkouden. Dus, ja, ik baal echt. Ook een beetje kort. Iets meer dan 38. Niet heel hoog, maar ja, het is toch wel echt verhoging. En mijn keel echt... Oh. Het is zo baal. Vanavond gaat het BVB-programma online. Dus het komt ook gewoon zo niet uit. Om me zo lamlendig te voelen. Echt alles wat zeer. Ik kan alleen maar gewoon in bed gaan liggen. Het is nu 7:50. Ik ga zo meteen maar even GGD bellen voor een test. Want eens dacht ik, dat hoeft niet. Want ik heb het toch van de kindjes. Alleen bij Ramos op het kinderdagverblijf was corona afgelopen week vastgesteld. Bij een van de juffen. En daarna werd hij verkouden en daarna de meiden en nu ik. Dus ja, weet je, ik denk nog steeds de kans is zo groot dat hij gewoon een verkoudheid heeft. Alleen, ja, de kans is natuurlijk ook aanwezig dat het wel corona is en dat ik het van hun heb gekregen. Want ik voel me wel echt ellendig voor verkoudheid. Dus ik ga even kijken of dat ik terecht kwam. Dus, ik hoor allemaal verhalen dat er wachtlijsten van dagen zijn, dus ik ben benieuwd. Maar ik baalde zo erg, want vanavond gaat het BB-programma online en... Ja, weet je, je werkt daar zo hard, zo lang aan. Ja, dat is echt wel. Gisteren ook hadden, is dit echt een topfoto. Nu laat je gewoon zien dat je niet fit bent. Ja. Koos make-uploos. Ja. Lekker man. Heerlijk. Wel een beetje verkouden. Lekker hoor. Beetje snotneus. Zondag zou ik inderdaad gewoon nog vloggen. Dus vandaar dat ik een beetje meepak, want ik denk dat we anders een hele korte vlog krijgen. En ik dacht, ik laat jullie even zien hoe heerlijk het er voor mij verzorgd wordt. Lekker sapje. Het maakt een tosti nu. En ik ben even de meiden eten aan het geven. Die dus ook echt snot en snot verkouden zijn. Deze salade klein. Ja, doe maar alsjeblieft. En ik voel me in ieder geval wel iets beter dan vanochtend. Paracetamol op. Dus de koorts die is weer gezakt gelukkig. En mijn keel is ook wel ietsje beter. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb voor aanstaande dinsdag een afspraak om te testen.
Dus aanstaande dinsdag, einde van de middag. Dus ik hoop allemaal wel een beetje dat het... dat ik de test dan uitslag snel krijg. Want het duurt echt lang. Want ik moet nu binnen blijven vanaf nu tot en met zeg maar de uitslag van de test. Dus dat gaat allemaal even duren. Maar goed, in ieder geval. Ja, dat is even de update tot dusver. En ik hoop stiekem een beetje dat het zo blijft vanavond. Want ik voel me nu dus echt iets beter dan vannacht en vanochtend. Ik hoop het. En ergens heeft elke nadeel ook weer zijn voordeel. Want dit krijg ik gewoon lekker van Ed geserveerd. Een tosti met avocado en salade. Lekker. Wel jongens, het is inmiddels dinsdag. 5 uur. Ik heb me net laten testen. Ik ben echt de afgelopen 2 dagen echt zo beroerd geweest. 3 dagen. Maar goed, ik heb geen zin om erover te gaan zeuren. Of over gaan zitten vertellen. Want volgens mij is het echt al zo'n... Blah, weekvlog waarbij je alleen maar naar mijn pyjama hebt gekeken. Naar mijn gezeur over dat ik gewoon echt helemaal niet lekker ben. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon de vlog lekker afsluiten. Ik hoop dat je de volgende week weer lekker bij bent. En dat ik mezelf weer beter voel. Kan ik je gewoon fijn meenemen in alles. En gewoon lekker kletsen en zo. En dan niet meer die snot ellende. Dus dankjewel voor het kijken. Dikke kus. Leuk dat je erbij was. Laat even een reactie achter. En ik zie je volgende week weer. Doei.